Ik ontvang steeds vaker gesproken berichten op WhatsApp. Het kan komen omdat mensen gewoon te luisteren om te typen of omdat ze even aan het autorijden zijn. Dat is natuurlijk helemaal geen probleem. Maar als je wil afluisteren, dan kan je dat niet altijd doen in openbare ruimtes. Stel in een trein of in een metro. Ja, dat is gewoon veel te rumoerig, dan kan je ze niet verstaan. Of je zit met je vrienden gezellig en je krijgt een gesproken bericht. Dan wil je niet dat iedereen die hoort. Dat kan natuurlijk hartstikke privé zijn. Ik heb een tip voor jou, waardoor je ervoor kan zorgen dat je dit bericht kan beluisteren zonder dat iemand het hoort. Nou, zoals je kan zien heeft Willem me net een bericht gestuurd. Ik unlock hem eventjes en pak hem er even bij. En ja, dit berichtje wil ik eigenlijk niet delen met iedereen, maar we gaan gewoon even luisteren wat hij te vertellen heeft. Hi man, ik had eigenlijk niet zo'n zin om dit hele bericht te gaan typen, dus ik spreek even wat in. Zie ik jou gewoon morgen? Ja? Oké, hoi hoi. Oké, super interessant. Maar wat nou als dit nou een berichtje is die je niet wilt delen met iedereen? Of stel je bent in de metro of in de trein en er wordt gepraat om je heen en je hoort hem niet. Dat is echt, het is super makkelijk. Het enige wat je hoeft te doen is op play te drukken. En bij je oor te houden. En dan schakelt hij automatisch over naar de speaker van je telefoon op je oor. Ja, op deze manier kun je dus alle berichten goed verstaan. En heb je ook altijd de privacy nog steeds, ondanks dat het een gesproken bericht is. Ik wil ook nog even bijzeggen dat dit niet alleen op een iPhone werkt. Ik heb het nu wel op een iPhone laten zien, maar dit werkt precies hetzelfde met Android-telefoons of Windows-telefoons, omdat het echt iets is van WhatsApp. Vond je deze tip nou handig en wil je meer zien? Abonneer je, geef een duimpje omhoog, laat een reactie achter. Mocht je zelf nog een vraag hebben, stel hem gewoon en dan gaan wij voor jou aan de slag. Tot de volgende keer. Dat is handig.